Wat een moment! Wat een schitterend moment voor Costa Rica! Costa Rica staat hiervoor nodig om te weten wat voor een spel we te zien zullen krijgen. Zweden zal gaan. Heel. Larsson met een schot. Voorlangs. Door het centrum misschien. Een schot van Stefan Pettersson. En dat gaat over. Naar voren gekomen. Hussein bij de tweede paal. Probeert het erin en de redding van Cornejo. Nielsen. Zwart met een poging en de redding van Cornejo. Goeie poging van Stefan. We kijken naar Stoomberg. Onderbeen wordt neergelegd. Overtreding van Gomez. Pettersson achter de bal. Dus geen van beiden. Het is Cornejo opnieuw. Houdt de bal niet vast. Een hoekschop voor tweede. Dat is Zon. En de voorzet bij de tweede paal. Daar komt Pekanis 1. Goeie redding weer van Cornejo. Dat was een gemiddelde, dacht ik zo. De vrije trap. Geen probleem. Het schot van Stefan Schwartz. Die linksback van die andere wedstrijd in groep C. De wedstrijd, terwijl je balverlies wordt door Costa Rica. En ten koste van een overtreding kunnen ze het nog redden. Ingerson die hem gaat nemen. Dit is weer Schwartz. En de redding van... En het doelpunt! Doelpunt van Johnny Ekström. Daar is het dan. Misschien een bevrijdende treffer voor de Zweden. De vrije trap van Stefan Schwartz. Cornejo zit er goed bij, maar de rebound was voor Johnny Ekström. Dat zien we hier nog een keer gebeuren. Cornejo die er weer goed bij zat, ook bij die rebound. Maar de afstand was te kort. 1-0 voor Zweden. En de en een wissel. Thomas Brolin redt het niet. Te zwaar. Mats Green. De hoekschop. En de poging hier voor Zweden. Een nieuwe kans gaat voorbij. Maar ja, dan moeten de Zweden natuurlijk niet zulke ballen weggeven. Een mogelijkheid voor Gara. Wordt neergelegd. Dit moet een penalty zijn. Ja. Nee, wat is dit? Petrovic slaat door Schika. De weinige supporters van Costa Rica. Maar niet werkelijk erdoor komen. Dit is het eindsignaal van Zoran Petrovic. Costa Rica, Costa-Ricaanse aanvaller. Gara onderuit werd geschopt in het strafgebied van Zweden. Het ene moment waar heel Zweden op wacht. Misschien nu, mogelijkheid, nee, buitenspel. Buitenspel van Johnny Ekström. Ingerson bij de tweede paal misschien. Hussein. En naast. Vrije trap in het centrum weggekopt door Larsson. Mogelijkheid misschien, maar een slecht schot. Columbus werd ontdekt. Jarenlang een eeuwenlang een Spaanse kolonie. Ekström opnieuw. In het centrum. Maar Drain met gesekt been. Op doelman Cornejo. Als Green die wanneer hij iets eerder had. Medio Barrantes. Javaria brengt de bal in het centrum. Daar staat Hernan. En hij schiet over. Hernan met voor. Niet echt waar. Met voor. Sneller dan zijn tegenstander. En een goed schot. Raakte de bal niet vol. Probeert het wel. Zo'n gebied wil. Natuurlijk. Moet hem nu gaan geven. Mogelijkheid. Ekström. Pettersson. Ja, het wordt een aardige wedstrijd zo. Verrassing is op dit WK-toernooi. Zullen we kijken. Ja, dit is een mogelijkheid misschien. Breng het terug. Mats Green. En Cornejo. Cornejo die nog steeds... Daar ging Hernan met voor tegen de grond. Zwaar. De voorzet. Mogelijkheid. En het is 1-1. 1-1. Wat een moment. Wat een schitterend moment voor Costa Rica. Na die vrije trap. Wat een feest bij de Costa Ricanen. Ravelli kansloos. Daar gaat hij weer. Met voor het strijden op het scherm van de zeden er doorheen zit.
Strömberg, Ingersson, mogelijkheid, ja! Voorlangs! Goeie kans voor Zweden. 1-1 de score hier. En dan op links een mogelijkheid misschien. Kans voor Gara. Gestopt door Ravelli. Zweden op. Maar wat is hij belangrijk geweest, die Claudio Gara. Kans hier misschien. Een mogelijkheid. Kajazo gaat alleen op de keeper af. Daar gaat hij. Nee, Medvoort. Het is Medvoort. Hij maakt hem. 2-1 voor Costa Rica. Hernan Medvoort. Kust zijn shirt. Costa Rica gaat uit de bol. Het ongelofelijke lijkt hier te gaan gebeuren. U hoort het gehuil van de bank van Costa Rica. En het dan ook de grote moeilijker maken. Misschien nog een laatste kans. Ramirez. En het is zover. Het eindsignaal van Zoran Petrovic. 2-1 voor Costa Rica. Costa Rica gaat door naar de volgende ronde. Samen met Brazilië. Zweden is uitgeschakeld. 0 punten haalden ze uit 3 wedstrijden. Een daverende verrassing hier in Genua. Waar Costa Rica...